Zes uur Raymond Seré met het NOS-journaal. ANWB en Rijkswaterstaat waarschuwen voor een zware ochtendspits door de extreme gladheid. Overal in het land kunnen de wegen door de IJssel spekglad zijn. En dat merkten ze ook bij de politie Haaglanden. Daar was het zo druk met aanrijdingen dat de politie de meldingen niet meer aankon. In heel Zuid-Holland zijn er vannacht ruim 110 ongelukken gebeurd. Toen had het KNMI code rood nog niet eens afgekondigd. Om 6 uur, toen ze dat wel deden, bleek het juist weer veel rustiger te zijn. Code rood vanochtend, hè? Ja, ik heb er niks van gemerkt. Heel goed, behalve bij ons in Brabant, daar was het slecht. En hier in Zuid-Holland was het goed? Helemaal geen punt. Er was eigenlijk niks aan de hand. Wanneer ze die code rood vandaan halen, ik weet het niet, maar perfect. Hoe kan dat dan? Ik zou het niet weten. En ook wij weten het niet, want het KNMI wilde vandaag niet reageren voor onze camera om uit te leggen waar die code rood vandaan komt. En niet alleen het KNMI heeft een alarm, ook Rijkswaterstaat heeft zoiets. Daar heet het alleen het verkeersalarm. En daar gingen vandaag de lichten helemaal niet op rood. De situatie was in onze ogen niet alarmerend genoeg voor het verkeer. Met andere woorden, geen verkeersontwrichtende situatie. Rijkswaterstaat lijkt dus voorzichtiger met het alarm. En dat is niet voor niets. Wij willen voorkomen dat als je om de havenklap een verkeersalarm gaat afgeven, dat op een gegeven moment er een soort devaluatie gaat ontstaan. Met andere woorden, mensen zullen op een gegeven moment zeggen van nou, het zal wel meevallen. Code rijden, code rood. Ze rijden toch wel langzaam dus. Nou, ik kon zeggen, verleden week vrijdag was het twee weken. Nou, wat is nou 2 weken terug? Vrijdag was het gekker hoor. Dan stonden we helemaal stil. En toen was er geen code rood, hè? Toen was er geen code rood. Nee, toen was het wel gevaarlijk. Was het 10 keer gevaarlijker dan nu. Ondertussen blijft het voor simpele automobilisten zoals u en ik onduidelijk wanneer je nou wel of niet de weg op kunt. Maar het goede nieuws, voorlopig lijkt het niet opnieuw te gaan ijzelen.